lees een verhaaltje voor. Met? Nee, we gaan laten zien wat we moeten doen met goocheldingetjes. Hoor, ik heb geen flauw idee waar ze zitten. Nee. Wat moeten we doen? Oh ja, slaapje. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar, meneer de oom. Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken, dat komt allemaal in de krant van Fabeltjes dan mensen. Van Fabeltjes dan. Is weer goed gekomen. Willem Bever is weer normaal aan de arbeid gegaan. Ook Bart de Wolf is weer helemaal de oude. En wij dieren zijn meer aandacht gaan schenken aan het welzijn van die arme, zieke, stoffelde schildpad. Piet de Pat heeft hem, zoals jullie zich zult herinneren. Nu is schooi hem uit bed. En? Ik heb hier een vieze troll en een smerige van super vieze zomige in mijn hand. Over zijn gezicht. Gooi hem uit het bed. Goed voor de natuur. Mag hij in een filmboek? Ja. Mag hij uit het raam gegooid worden? Ben je op vakantie geweest? Ja, dit eindigt hier. Ja, zeg jij? Ja. Hallo kindertjes. Je kent de paashaas. Dit is nummer 7. Paashaas. Een wonderlijk onderdeel. En? Dit is 's ochtends. Wacht, stop even. Oké. Vandaag is het middag. In de middag gaat hij lekker een dutje. Vannacht, 's avonds komt hij. Zet hem op alweer. Nu zeg je. Uur later. 1. 3 uur later. Mijn drolletje gelaten. Pasas! Geef me alles! Ik heb niks meer. Stom mens. Nummer 8. Maak hem lelijk. Een uur later zit hij er zo uit. Niet zo raar, maar wel met een kuif. 3 uur later zit hij er zo uit. Zo lelijk, een nerd van de school. Zo lelijk, Sinterklaas kon niet meer. We maken hem wakker. Waarom is alles zo... wakker? Hallo, tablet. Waarom zie ik allemaal zo raar? Ai. Was ik niet. Geen per ongeluk. Ik zat dus een bril in je popgat. Oh, nee. 3, 2, 1. Nummer 9. Heel lelijk liedjes zingen. Ik laat het door. Hij is dood. Mensen, hij is dood. Hey, nu ben ik. Nummer 10. Malaya gaat naar achter. Ik heb die gitaar op mijn kop gekregen. Malaya, jij gaat nu naar beneden. En dan zegt Johnny dat was. Nee, alien invasie. Malaya, dan kom je zo naar boven.
beneden gaat hij schreeuwen. Eerder verrassen! Dan gaat hij naar beneden staan. Wacht, en dan ga ik gillen. En dan ga ik gillen en rondjes rennen. Ja, oké. Laat je hem niet vallen. Oké, maar ik doe wel de jas en de schoenen, hè? Ja. Ja! Oké, Jorny, jij mag wel zeggen nummer 10. Oké. Nummer 10. Wacht, ik zeg 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja. Ik stik je bij je nekje. Ja? Heeft hij gedaan? Marlijn! 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 Ik moet bij de schuurdeur staan! Bij de schuurdeur, ja daar. En dan rondjes rennen. Nee, Marlijn, hier blijven staan! Oké, 3, 2, 1. Hou je weg! Heeft hij verdiend? Ja. Interessant. Wat? Hij is een alien! Leuk dat jullie hebben gekeken. Als je deze video leuk vindt, klik dan op het duimpje omhoog.